In deze speciale aflevering van de Boekenpraktijk, namelijk over het schrijfproces, heb ik auteur Henk-Jan Kamps tegen de gast. Hij heeft diverse managementboeken geschreven en is nu zelfs bezig met een roman, een fictieverhaal. Een belangrijke manier van schrijven bij hem is storytelling. Kan je daar kort iets over zeggen, Henk-Jan? Ja, weinig zo krachtig als een heel goed verhaal. Mensen, je lezer, de help maken van het verhaal, meenemen in je proces en wat je hoopt te bereiken. Blijf mij mateloos boeien. En wil je daar meer over weten en met name ook wat Henk-Jan mij allemaal vertelt over zijn bevlogenheid en zijn missie om deze boeken te schrijven, luister dan naar deze speciale aflevering van de Boekenpraktijk. Veel luisterplezier. Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Waarom schrijft een mens eigenlijk managementboeken? En hoe verloopt zo'n schrijfproces enerzijds? En tegen welke mogelijke dilemma's loop je als auteur aan anderzijds? In deze extra aflevering van de Boekenpraktijk gunnen we onszelf opnieuw een kijkje in de keuken van het schrijven van een managementboek. Daar waar we dat eerder deden met Andor de Rooij en Ina Boer, doen we dat nu met auteur Henk-Jan Kamsteeg. Henk-Jan is expert op het gebied van storytelling, een vertelwijze die hij ook toepast in zijn boeken over leiderschap en communicatie. Verder is hij ook eigenaar van een bureau en trainer op het gebied van leiderschap en storytelling. En ik durfde de naam van het bureau niet uit te spreken, dat moet je zelf even doen. Proistaminos. Proistaminos, waar staat dat voor? Ja, het is Grieks. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet eens of ik het goed uitspreek, want ik heb nog nooit een Griek horen uitspreken. Nee, het komt, ik geloof heel sterk in dienend leiderschap. En dienend leiderschap kom je eigenlijk in alle oude religieuze boeken tegen. Onder andere ook in de Bijbel. En er is een tekst in de Bijbel waarin staat, degene die vooraan is gezet, die moet dat met volle inzet doen. Mm-hmm. En hij die vooraan is gezet, dat is het woord proistaminos. En dat wordt ook wel vertaald met de leider. Oh, ja. Dus ik besef, marketingtechnisch is de meest beroerde naam die je maar kunt bedenken. Maar ik vond hem toch te mooi om te laten liggen. En dan was uiteraard nog, want welke gek gebruikt die naam. Dus dat, het wekt ook alweer een soort nieuwsgierigheid op. Zo is het. Marketingtechnisch wel. Jouw fascinatie voor dienend leiderschap, is dat dan ook een van de redenen om boeken erover te gaan schrijven? Of? Ja, jij stelde de vraag in je intro, wat bezielt eigenlijk, of in mijn woorden, wat bezielt iemand om een boek te schrijven? Waar ik aan moest denken, ja, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En bij mij is dat, waar mijn hart vol van is, daar begin ik over te schrijven. Ik denk dat het bij mij vooral zo werkt. Ja? Het is voor mij ook gewoon een uitlaatklep. Schrijven is echt een hobby. Mm-hmm. Ik heb journalistiek gedaan en daar leer je wel schrijven, maar op een hele andere manier. Ik vind het gewoon heerlijk om achter mijn laptop te kruipen en dingen die ik in mijn hoofd heb zitten om, moet eruit. En dat doe ik nu met blogs, onder andere ook voor managementboek.nl. Maar moet het er dan ook uit in de zin van de wereld moet dat weten? Of is het meer dat het gewoon een soort ontlading is? Of? Nou ja, beide. Dus er zit zeker wel iets van een, dat zit denk ik ook in mijn familie wel een beetje, dat we, als we ergens in geloven, dan willen we ook dat zoveel mogelijk. Ja, absoluut. Ja. Hoe combineer je al die activiteiten? We hebben natuurlijk even een voorgesprek gehouden, Henk-Jan. Maar ik zei het ook al in mijn inleiding. Je bent ook trainer, je hebt een trainersbureau. Je schrijft boeken, je bent ook nog storyteller. Komen we zo meteen even iets meer over te spreken. Leef jij 20 uur in 24 uur of hoe doe je dat? Nee, ja, misschien ben ik, weet ik niet, werk ik snel? Dat zou kunnen. En weet je, ik vind veel dingen heel leuk. En veel dingen zie ik ook dus gewoon niet als werk. Hmm. Ik werk 3 dagen in de week inderdaad als storyteller bij een stichting. International Justice Mission. Maar ik zou daar misschien nog wat over vertellen. Ja. En daarnaast dus 2 dagen mijn eigen bureau. Maar ja, die 2 dagen, dat stop ik niet in 16 uur. Bij mij gaat niet om 5 uur een wekkertje. Ja, goed, van ik moet nu naar huis of ik moet nu stoppen met werk. Nee. Want ik zie het vaak niet als werk. Ja. En zolang het thuis goed gaat, want er zijn ook tijden zat dat ik met mijn dochters huiswerk aan het oefenen ben of een Netflix-serietje kijken. Het is echt niet dat ik alleen maar aan het werk ben. Maar neem eens even mee in zo'n dagritme dan, want is dat dan dat schrijven van een boek? Ik heb er ook wel eens over nagedacht, maar dan kom ik tot de conclusie en misschien wil ik het dan niet graag genoeg, ik heb er geen tijd voor gehad. Is dat dan een soort van discipline van elke avond of elke ochtend gaan zitten? Of hoe is dat in jouw dagritme vertegenwoordigd? Het verschilt een beetje. Ik heb wel wat masterclasses gevolgd van echt bekende auteurs. En die zeggen eigenlijk allemaal, you have to show up. Dus je moet achter je laptop gaan zitten. Mm. Ook als je even geen zin hebt of als je geen inspiratie hebt.
Maar komt er dan überhaupt wat? Nou, met mijn managementboeken, die heb ik eigenlijk al min of meer in mijn hoofd zitten. Dus, en dan moet ik inderdaad gewoon achter mijn laptop gaan zitten en tijd pakken om te gaan schrijven. Ja. Ik probeer nu of kijken of ik een literaire roman kan schrijven. Is echt weer een heel ander vak. Ja. En daar loop ik veel meer tegen de bekende writersblok aan. En dan zit ik inderdaad achter mijn laptop en denk ik, ja, mijn goed, wat moet ik nu in vredesnaam gaan doen? Wat gaat er gebeuren? Maar met managementboeken weet ik vaak al wat er moet gaan gebeuren. Hoezo dan? Waar zit dat verschil dan? Is dat dan omdat het ene fictie is en het andere non-fictie? Of? Ja, omdat je bij je managementboeken heb ik wel al in mijn hoofd welke boodschap ik wil doorgaan geven. Oh, en ja, bij het fictieboek wat ik wil gaan schrijven, dat ja, je weet niet waar het uitkomt. Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. En dus dat is een heel ander proces. Ja, ja. En nu mijn boeken zijn inderdaad wel in verhaalvorm geschreven. Dus ik weet vaak ook nog niet. Oké, ik weet wat ik wil gaan, welke boodschap ik wil doorgeven en welke vorm ik dat ga gieten. Mm-hmm. Dat gebeurt tijdens het schrijven zelf. Je weet waar je uit, de soort dat moraal waar je uit wil komen. Ja, en daar zit wel het verschil in. Ja. Ja, en welke boodschap is dat met name? Kun je dat kort? Ja, dat verschilt per boek. Bij Dien het Leiderschap was het van het gaat niet om jou. Hoe kan je er voor de ander zijn? Bij het boek Inclusief Leiderschap is de boodschap, hoe neem je andere mensen mee in het hele proces en hoe neem je iedereen serieus? Dus Kracht van het Compliment, weer een ander boek. Ja, hoe kunnen we nou beter makkelijke complimenten aan elkaar geven en daar alle baan bij winnen? Dus dat is heel afhankelijk van het onderwerp. Ja. Ja. Toch nog even, we gaan nog even uitgebreid door op dat schrijfproces, maar die fascinatie voor leiderschap en dan misschien nog wat meer op dienend leiderschap. Ja. Waar zit hem dat? Waar komt dat vandaan? Wat maakt dat je zo triggert en bezighoudt? Ja. Ik hoorde eens een spreker zeggen, die had het over een zogenoemd Popeye moment. En een Popeye, als je alle leiders in de wereld kijkt, grote en bekende en onbekende namen, ze hebben allemaal een soort van Popeye moment gehad. Dat is een moment waarvan ze zagen, toen Popeye, hè, de tekenfilm, ja, moment dat olijfje gevaar liep. Brutus die had het ook op olijfje voorzien. Ja. En dan had Brutus olijfje veroverd en ontvoerd. En dan riep Popeye, this is all I can stand. I can stand it no more. En de man nam dus zijn spinazie en kwam die in actie. Ja. En ik denk dat veel dingen die ik doe wel komen uit een soort van Popeye moment. Van joh, het kan niet zo zijn dat we dit op deze manier blijven doen. Ik moet in actie komen. Daar zit die zendingsdrang denk ik ook achter. En met leiderschap is het, ik zie het zo vaak om me heen fout gaan. Maar wat kan er dan niet zo door blijven gaan waardoor jij in actie komt? Waar moet dan aan denken? Ik heb een keer bij een uitgeverij gewerkt, jaren terug. En daar had ik een directeur. Nou, daar lusten de honden geen brood van, hoe die met zijn mensen omging. En dat was voor mij een Popeye moment van, dit kan niet. Je hebt als leidinggevende, ik zeg altijd, onderschat jouw rol als leidinggevende niet. Je kunt mensen maken, maar je kan mensen ook breken. Mm. En helaas gebeurt het laatste heel veel. Mm-hmm. En dat heeft deels ook te maken, vaak, dat de leidinggevende zo met zichzelf aan het worstelen is, met zijn eigen ego, met zijn eigen strubbelingen en zijn eigen, nou ja, wat man. Maar misschien even advocaat van de duivel, ben je dan niet te veel macht aan de leider aan het geven? Ik bedoel, misschien is het juist wel goed dat die leider zo omgaat met die mensen, dat die mensen wat meer weerbaarder worden. Even advocaat van de duivel. Ja, ja. Misschien werkte dat vroeger zo, maar nu niet meer. Nee. Ik geloof wel dat nog steeds mensen naar hun leidinggevende kijken en van hem of van haar wel veel verlangen. En soms ook wel te veel. Maar weet je, je kan als directe collega's bemoedigende woorden spreken naar je collega's toe, maar zolang de leidinggevende zich stilhoudt, dat is toch waar we wel behoefte aan hebben. Ja. We hebben sturing nodig, we hebben die ondersteuning nodig. Ja, daarvoor ben je denk ik dan leidinggevende. Ja, prima, maar dan moet je anders geen, als je het niet leuk vindt, dan ga je lekker wat anders doen. Ja. Dat is ook goed. Dus dat voorbeeldgedrag is gewoon nog enorm belangrijk. Ja, geloof ik wel. Ja, 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 ja. Storytelling, laten we daar eens even heen gaan. Want dat is wel de kern van jouw manier van schrijven. Mm-hmm. Hoe ben je daar ooit bijgekomen of opgekomen? Ja. Nou, als ik een grote inspirator mag noemen, die mijn visie op leiderschap heeft gevormd, maar ook mijn visie dus op storytelling, is het wel Ken Blanchard. Mm-hmm. Ik denk een beetje zelfs onderschatte leiderschapsguru. Hij wordt niet standaard genoemd in het rijtje grote namen, terwijl hij wat mij betreft echt een van de grootste is. Wat maakt hem de grootste? Zijn puurheid, zijn authenticiteit, maar ook zijn heldere visie. En hij heeft de gave om ingewikkelde materie makkelijk te maken. En daar hou ik van. Ja. Soms lees je leiderschapsboeken en dan heeft een auteur heeft weer een model bedacht. Ik denk, nou, het is knap uitgevonden. Ik kan het niet. Ja. Maar ik begrijp er ook geen bal van. Nee. En Blanchard is er een kei in om, nou ja, keep it short en simpel. En dan heb je de boodschap ook te pakken. Ja, bijvoorbeeld een van zijn bekendste boeken, even uit mijn hoofd, is Gung Ho. Hè? Ja. Wat is daar dan zo bijzonder aan? Ja, het is een heel simpel verhaal ja. met drie kernboodschappen.
Er komen drie diertjes ervoor en die staan ergens voor. En als je dat boek dan uit hebt, nou, dan weet je ook waar het over gaat. En soms lees je een pil uit, een dikke pil over leiderschap. En denk je, maar wat heb ik nu uiteindelijk geleerd? En vaak kun je dat samenvat op 1 of 2 A4'tjes. Hmm. Dus het kan ook korter. En steken omdat mensen lezen ook steeds minder, heb ik het idee. Als ik leiderschapstrainingen geef, dan vraag ik, joh, wie heeft er al zo'n boek over leiderschap uit? Of wie heeft het boek van Stefan Koffie in de kast staan? Ja. Nou, de 7 eigenschappen hebben we dan vaak nog wel in de kast staan. Maar dan vraag ik wie heeft hem uitgelezen. Dan zakken de handen. Ja, dus het kan... Ja. Daarom geloof ik heel erg in de kracht van het verhaal. Want verhalen lees je over het algemeen wel uit. Want je wilt eind weten. Je wilt weten wat er gaat gebeuren. Daarom zijn mensen ook met z'n allen verslaafd aan televisieseries, aan Netflix en aan de bioscoop. Maar volgens mij, behalve dat we het eind willen weten, tegelijkertijd denk ik, worden ook niet zoveel fictieboeken meer gelezen. Mm. Willen we ook volgens mij vooral drama meemaken. Ja. Ik zit ineens aan goede tijden, slechte tijden te denken. Dat is toch een serie die al 150.000 jaar loopt, volgens mij. Ja. Dus is dat ook iets wat dan terug moet komen in dat storytelling? Dat er een soort van, dat je ergens mee moet vereenzelvigen? Ja, zeker. Er moet een verhaal zonder obstakel is geen bal aan, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dus als er geen probleem is wat opgelost moet worden, ja, dan haak je binnen no time af. Ja. Dus een beetje goede film of serie, maar dus ook boek, die moet binnen no time moet je de lezer hebben of de kijker hebben, want er is een probleem. Oké, en nu vereenzelvig ik me met de held van het verhaal. Ik moet met hem, of hij moet dat probleem gewoon oplossen, maar nou ja, dat doe ik met hem of met haar. Ja. En dat probeer ik in mijn managementboeken ook te doen. Er is een probleem waar die manager uit dat boek mee zit en dat moet hij gaan oplossen. Nou, dan wordt hij bij de hand genomen door een aantal gidsen, mensen die hem helpen. En aan het eind goed, al goed, en natuurlijk met heel veel vallen en opstaan. Maar De vereenzelviging met de held is wel belangrijk, denk ik. Ja. Verhalen verbinden is natuurlijk een belangrijk uitgangspunt. Hoe kom je dan op zo'n verhaal? Want ik bedoel, je hebt dus niet alleen maar een thema, bijvoorbeeld leiderschap en een moraal, maar het moet dan ook nog eens, ik noem het even, verpakt worden in een verhaal. Hoe kom jij op die metafoor en op zo'n... Die ontstaan spontaan. Het aantal van mijn boeken heb ik deels geschreven onderweg naar vakantie. Ik heb 3 dochters. Mijn vrouw, daar gaan dan met z'n 5'tjes zitten we in de auto met de caravan achter ons. Rijden we naar Italië. Oh ja. En is het zeker als het 's avonds of 's nachts is, dan liggen ze te slapen of ze kijken. Iedereen in stilte kijkt dan op zijn iPadje. Mm-hmm. Nou, ik zit dan achter het stuur 24 uur lang achter elkaar met een korte pauze tussen. Ja. Maar op dat moment gaat mijn hoofd alle kanten op. Ja. Mijn denkproces. Dus tijdens dat rijden ben ik deels mijn boeken aan het schrijven en verhalen aan het bedenken. Oh, wow. En dan is het een kwestie van, oh shoot, maar we zijn nu op vakantie. Wordt mij niet toegestaan om nu achter mijn laptop te kruipen. Dus dan moet je dat vasthouden. Of je maakt snel wat aantekeningen op je telefoon. Dus op het moment dat je weer thuis komt, denk ik, oké, nu kan ik gaan zitten. En... Ja. Maar even helemaal in dat moment. Je zit in die auto. Het is nacht, stel ik me zo voor. De rest ligt lekker te pitten. Ja. Henk-Jan is gewoon aan het rijden. Krijg je dan ineens een soort van beeld in je hoofd? Of een gedachte? Hoe werkt zoiets? Je krijgt... Dan weet ik al wel, oké, ik wil een boek gaan schrijven over dit of dat onderwerp. Mm-hmm. En dan heb ik een personage in mijn hoofd en die moet dingen gaan meemaken. Ja, en dan komen de dingen bij je op. Laatste boek wat ik heb geschreven, Op weg naar een vitale organisatie. Daar wordt de hoofdpersoon wordt meegenomen door een mentor. En die laat haar uit het vliegtuig springen, een parachutesprong doen. En hoe ben ik op dat idee gekomen? Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik kreeg het idee omdat ik wilde dat zij letterlijk een stap moest gaan zetten. Hij vraagt haar, als ik met jou in zee ga, dan wil ik dat je het serieus neemt. Dit wordt een moeilijke stap. Dit wordt eigenlijk een stap totaal uit je comfortzone. Ja. Nee, wat is uit je comfortzone? Dat is uit een vliegtuig stappen. Ja. Dus daarmee beeld ik in het verhaal uit hoe zij wordt uitgedaagd om daadwerkelijk die stap te zetten. Ja, en zo'n idee komt bij je op en dat werk je dan vervolgens uit. En dan ben je zelf een keer op vliegveld Teugen geweest. Nou, dat is dan de locatie waar het op dat moment plaatsvindt. Ja. Maar mijn eerste boek, Dien het Leiderschap, speelt zich af in de Ardennen. In een huisje waar 3 vrienden een weekendje weg zijn. Nou, daar heb ik me laten inspireren omdat ik daar zelf ooit met mijn vrienden ben geweest. Dus daarom speelt het zich daar af. Ja. Ontstond dat idee dan ook daar? Of niet? Nee, veel later pas. Oh, veel later. Ja. En moet je dan bijvoorbeeld nog even terug naar dat parachutespringen, dat is een metafoor voor uit je comfortzone gaan, zeg je. Moet je dan dat wel zelf hebben meegemaakt, zo'n activiteit? Of nee, ik, zo gek ben ik nog niet geweest. Dus ik kan me een beetje voorstellen, de angst kan ik me iets meer voorstellen. Dus die heb ik wel beschreven, de angst die ze voelt. En ook de weerstand die ze voelt van,
van ja, wat maak je me nou? Ik wil best dat je mijn mentor wordt, maar ik wil niet dat je mij het vliegtuig laat springen. Nee, dus je hoeft niet alles zelf te hebben meegemaakt. Nee, maar misschien een grotere vraag daaromheen. Moet je als auteur wel zelf de practice what you preach zijn? Dat geloof ik wel. En daarom vind ik Ken Blanchett is echt een voorbeeld. Ik heb hem een aantal keren mogen ontmoeten. En dan loopt hij ook tijdens een grote conferentie loopt hij daar rond. Niet als de bobo of als de grote man, maar als een van de rest. Heel nederig, bescheiden. Mm-hmm. Echt aandacht voor zijn mensen. Jij leeft. Ik vind dat is denk ik heel belangrijk. Uitleven wat je zegt. Ja. Wat je schrijft. Ook weer met vallen en opstaan. Hè? Want hoeveel communicatietrainers krijgen thuis wel niet te horen van hun echtgenoot of echtgenote. En jij geeft communicatietrainingen. Dus, herkenbaar. Ja. Het blijft natuurlijk altijd lastig. Het leven blijft levenslang leren volgens mij. Dit past het niet alleen toe in boeken. Maar dat storytelling pas je ook toe als spreker. Ja. Bijvoorbeeld bij International Justice Mission. Je noemde het al even. Een wereldwijde organisatie. Wat is dat precies voor organisatie? Ja, het is inderdaad een wereldwijde organisatie die zich inzet tegen wat wij noemen de plaag van geweld. Tegen de armsten. En dat is een plaag die uit zich onder andere in slavernij, mensenhandel, grof seksueel misbruik van jonge kinderen voor de webcam. Dat zijn een aantal dingen die we wereldwijd aanpakken. Aanpakken in de zin van aan de orde stellen? Of hoe? Letterlijk slachtoffers bevrijden uit slavernij. Oh. Dat is een ding wat we doen. Dus echt met undercovers bordelen ingaan om uitzoeken waar zitten hier de kinderen en die halen we weg. Maar dat doen we altijd met lokale autoriteiten. En daar zit de kracht in. Wat wij willen is dat landen hun eigen mensen weer gaan beschermen. Want slavernij is in elk land bijna wereldwijd verboden. Alleen het vindt nog heel veel plaats. Alleen veel meer in de onderstroom nu. Ja, nou omdat de wetten gewoon niet worden gehandhaafd. Ja. Dus op het moment dat ik gevangen zit in een steengroeven of in een bordeel of waar dan ook, politie komt me niet helpen. Stel dat de politie me komt helpen, dan is er geen advocaat die het voor me opneemt. Een rechter die me niet serieus neemt. Oftewel, ik duik van de ene ellende in de andere. Ja. Wat wij dus doen is lokale autoriteiten trainen, opleiden om dit aan te pakken. En dan wat we willen uiteindelijk is dat we mensen niet hoeven te bevrijden uit slavernij, maar dat we ze beschermen, dat ze überhaupt niet in slavernij terechtkomen. Preventief. Ja. Komt het ook in Nederland voor? Jazeker. Hoe duid jij de slavernij in Nederland? Nou, je hoort er steeds meer. Hè? Zeker mensen die bijvoorbeeld uit de Oekraïne komen. Dus ben je vluchteling en dan word je aan de grens bij Roemenië word je een baan aangeboden. Word je in een busje gezet en je verdwijnt als vrouw in een kelderbox of achter de webcam. Ja. Of de mannen die komen in de fruitteelt of in de wat voor industrie dan ook. Maar krijg je niet eens betaald, worden totaal uitgebuit. Ja. Ja. En zit deze affiniteit en ook wel enorme drive die ik erbij voel. Mm-hmm. Kun je die ook koppelen aan je boeken dan of dat niet? Ja, nou ik heb één boek namens IGM geschreven. Een plaag van geweld. Mm-hmm. Wat ik daarvoor, dat is een heel ander schrijfproces geweest. Dus even terug naar het schrijfproces gaat. Er is onze oprichter, de oprichter van IGM, Gary Hawken, Amerikaan. Mm-hmm. Die heeft het boek The Locust Effect geschreven. Dat is een vrij dikke pil, een wetenschappelijk boek. Toen dachten we, we kunnen in Nederland dat boek gaan vertalen. Maar dan is er nog maar een selecte club die dat gaat lezen. En nogmaals, omdat ik in storytelling geloof, dacht ik, als ik nou de lijn van zijn betoog gebruik om een verhaal te gaan schrijven. En ik was zelf een aantal keren in India geweest, in de Filipijnen geweest voor mijn werk. Dus toen heb ik een fictief persoon bedacht die met iemand van een organisatie naar inderdaad India gaat. En daar aan de lijve ondervindt en ziet van wat slavernij anno nu inhoudt. Ja. Dus ook nu weer in verhaalvorm wil ik mensen daarin meenemen. En te laten zien, dit is wat slavernij inhoudt nu. En dit is wat jij er tegen kunt doen. Dus ik wil mensen meenemen, heb je hem weer. Ja. Ik wil mensen meenemen in het verhaal. Mijn doel bij IGM is dat ik potentiële donateurs. En het kunnen mensen zijn die tientje per maand betalen of 20, maar ook major donors die 10.000 euro's betalen. Die wil ik de held maken van het verhaal in de strijd tegen slavernij. Mooi. Er zit wel iets activistisch ook in, hè? Om mensen vooral in beweging te brengen. Het is weer dat Popeye moment. maar serieus, als ik die mag vertellen. Ja. Misschien wat zwaar voor de podcast, maar toch maar, want dit is wat er gebeurt. Graag. Ik las een boek, over de kracht van boeken gesproken, van de eerste bevrijdingsactie van IGM in Cambodja. Er wordt beschreven dat een undercover medewerker van ons in een bordeel is en die vraagt om een jong meisje. En dan wordt er een meisje van 11 op zijn kamer gebracht. Hmm. Waarop hij vraagt, heb je niet wat jongers? Dus dat meisje van 11 wordt weggeleid en wordt vervangen voor een meisje van 5. Tjus. Nou, op het moment dat ik dat lees, zie ik mijn oudste dochter,
nu 16, toen 5, in de huiskamer met haar My Little Pony spelen. Ja. Ja, toen heb ik zitten janken op de bank. Dit was voor mij een Popeye moment van, met dit, this is all I can stand it. Nou, hier moet ik wat aan doen. Ja. En toen kwam er een vacature bij IGM vrij. Voor Storyteller, nou, daar heb ik op gereageerd. Ik dacht, ja, die baan wil ik hebben. Hier wil ik een rol in spelen. Ja, want wat doe je dan precies als Storyteller namens IGM? Want je hebt een boek geschreven, maar ben je ook dus dit verhaal aan het vertellen namens IGM? Of? Ja, waar we ook maar de kans krijgen is podium pakken. En dat is letterlijk lezingen geven, maar ook, nou, nu ben ik blij dat ik er iets over mag vertellen. Maar we zitten ook in radioprogramma's. Dus bij BNR zit je dan, of Radio 1, of waar ze je ook maar uitnodigen om het verhaal te delen. Ja, en dan is het verhaal gedeeld. En dan, want ik kan me ook voorstellen dat, ja, ik zit ook even naar te luisteren. Mm-hmm. Ik merk dat ik ook emotioneel geraakt word. Ik heb ook een dochter, die is inmiddels wat ouder, maar ik herken zomaar dat My Little Pony moment, zeg maar. Maar dan, ja, we doen een plas en alles bleef zoals het was. Ja, ja, en daarom geloof ik wel ook daarin weer in de kracht van het verhaal. Dus als ik jou zeg, er zijn wereldwijd 50 miljoen slaven. Nou, dan ga je even rekenen en denk je, joh, je dus veel. En vervolgens vraag je af tegen wie speelt Ajax het voor het komend weekend. Als ik jou concrete verhalen ga vertellen over één van die 50 miljoen slaven, dan word je geraakt. Maar dat moet weet gepersonificeerd worden. Ik moet een beetje denken aan, dat beeld komt ineens bij mij op. Destijds hadden we, nog steeds, maar destijds hadden we natuurlijk een enorm migratieprobleem met al die vluchtelingen die naar Griekenland wilden vluchten en onderweg verdronken. En dat was ook een getal in de krant. En toen kwam ineens die foto van dat kleine kind wat aangespoeld was. En heel Nederland stond in rep en roer, zeg maar. Dat is precies wat je zegt. En is die ene foto van die ene peuter die daar met zijn gezichtje in het strand ligt. Die heeft het vluchtelingenprobleem een gezicht gegeven. En dat is wat ik probeer te doen met IGM. Ja. Het gezicht van slavernij laten zien. Ja. En daarom is het goed dat ik dus een aantal keer naar India ben geweest en naar de Filipijnen om eigenlijk de verhalen op te halen. Dus met bevrijde slaven te spreken. En te vragen, hoe zag jouw leven in slavernij er dan uit? Ja. En dan hoor je de meest verschrikkelijke verhalen. En die verhalen, die deel ik dan op het podium. Maar dat denk ik ook wel tegelijkertijd. Misschien is dat dan mijn drive om daarin door te gaan. Mm-hmm. Hier zit een documentaire in. Dit moet nog veel meer ook termen van beeld gedeeld worden. 100% eens. Dus ook daarin zijn we dus in gesprek met documentairemakers regelmatig. Van oké, wat kunnen we doen om dit beeld in beeld te brengen? Alleen wij kunnen minder bieden dan veel documentairemakers willen. Want ze willen natuurlijk allemaal, oh, dan willen we mee op een bevrijdingsactie in een bordeel. Want dat is spannende televisie. Maar daarmee lopen onze reddingsacties lopen gevaar. Dus dat kunnen we gewoon vaak gewoon niet. Oh ja. Dat kunnen we niet bieden. Nee. Ik zou wel willen. Kijk, als storyteller zou ik dat wel. Natuurlijk zou ik dat willen. Maar, en dat begrijp ik heel goed, dat mijn collega's van IGM zeggen, ja, maar weet je, we kunnen het niet doen. Want het belangrijkste is dat die mensen bevrijd worden. En dat wij de goede relatie houden met de lokale autoriteiten. Want we moeten het met hen gaan doen. Ja. En als wij dan met een cameraploeg gaan komen, die heb je misschien wel spannende televisie gemaakt. Maar je schiet uiteindelijk je doel voorbij. Ja. Ja, dan houdt het op. Dus, ja. Ik merk dat ik weer een bruggetje wil maken naar het schrijven. En tegelijkertijd wil ik dit even zorgvuldig afhechten. Dus ik heb behoefte om de vraag te stellen, wat als ik nu zit te luisteren naar dit verhaal en ook even denkend aan International Justice Mission, die organisatie. Wat zou ik als potentiële luisteraar kunnen doen hierin? Of? Ja, durf je te verdiepen in het onderwerp? Weet je, de een laat ze raken door dit, de ander door dat. Maar durf dat pop-up moment te ervaren. Ja. En durf dan ook te kijken, oké, als ik dit nu voel, ik voel die heilige woede opkomen. Van, joh, je blijft toch met je poten van kinderen af? Ja. En dit gebeurt massaal. Wat kan ik doen? Ik zou zeggen, check onze site. Als ik hem mag noemen. Ja, tuurlijk. www.ijmnl.org. En kijk daar wat je kan doen. Om je, laat het niet los. Okay. Maar dat vraagt wel moed. Want je gaat je storten in een hele ellendige wereld. Ja. Met heel veel. Maar we kunnen er wat aan doen. Dus die hoop wil ik in verhalen ook altijd meegeven. We kunnen met z'n allen een eind maken aan slavernij. Ja. En als je je dan gestort hebt in zo'n ellendige wereld, lukt het je dan ook wel weer om nog een beetje zo'n positieve vibe en kijk te houden op de mensheid? Of? Ja, zeker. Maar dat komt omdat ik zie dat het hele mooie resultaten heeft. Er zijn steden waar wij als IGM werken, waar het aantal kinderen in de commerciële seksindustrie met 82% is verminderd. Kijk, weet je, dan weet je, dan gaat het niet meer om het ene kind, het gaat het om honderden duizenden kinderen. Ja, ja, en dat, dan denk je, oké, wauw, ik werk voor een hele gave organisatie. Ja, ja. Dus dan, ik merk dat ik het heel mooi vind hoe je het vertelt met de drive. Mm-hmm. Het raakt me meer dan toen ik met al respect op de site keek. Toen dacht ik, oh, toen zal ik het wel te lezen, maar toen kwam het eigenlijk niet binnen. Nee. En nu het vertelt, denk ik, oh, ik wil ook wat meer doen. Ja. Zo. Dus dat heeft wel effect, denk ik. Je bent eigenlijk al een beetje aan het storytellen aan mij. Ja, maar ik hoop ook dat de site dat ook wel, want we zien ook wel heel veel mensen wel via de site wel aanhaken. Mm-hmm. Maar nee, natuurlijk werkt het beter als je één op één een gesprek hebt. Of dat je het verhaal hoort zeggen, dat je alleen maar
op een site kijk, dat ben ik niet eens. Even terug dan toch naar dat schrijfproces. Ik stap even met je mee uit de auto, want je bent inmiddels aangekomen in Italië. Ja. Je hebt dat hele verhaal misschien al in je hoofd bedacht. Mm-hmm. Hoe gaat dat dan verder? Ga je dan tijdens je vakantie gewoon achter de laptop zitten en zeg je tegen je partner nu even niet? Nee, ik heb mijn laptop niet mee op vakantie. Maar het schrijfproces gaat wel door in mijn hoofd. Want er zijn natuurlijk genoeg momenten, los dat je met je kinderen lekker bezig bent en aan het zwemmen bent, zijn er ook momenten dat je op je strandstoeltje zit en gewoon voor je uit zit te staren. En dat zijn de momenten dat verhalen weer op gaan komen. En dus dat schrijfproces gaat in je hoofd wel door. Ja. Misschien ben ik daardoor iets minder aanwezig dan dat ik zou moeten zijn. Dat zou kunnen. En dan thuis. En ik maak natuurlijk wel wat aantekeningen op mijn telefoon. Dus ik heb wat notities waar je even wat dingen opschrijft van dit zou kunnen of dat zou kunnen. En dan uiteindelijk thuis, dan ga ik schrijven. En mijn favoriete schrijfmoment is eigenlijk vanaf 9-10 uur 's avonds. Mm-hmm. Dan is het stil in huis. Liggen de kids, liggen de meiden lekker te slapen. En dan vind ik het heerlijk om achter mijn laptop te kruipen en te gaan schrijven. Er zit alleen de gevaar in. De volgende ochtend gaat mijn wekker wel weer om 6:50. Ja. Dus dan zit je, op het moment dan zit je in je flow, dan zit je te tikken. En dan kijk ik op je horloge en denk ik, oh shoot, het is 1:00. Ik moet nu toch een keer gaan afronden, want mijn wekker gaat over 6:00 of sneller nog. Dus dan doe je die klep maar weer dicht en ga je naar bed toe. Ja. En kan je dan wel, want ik kan me voorstellen dat het dan nog helemaal de adrenaline in je lichaam zit en nog alle gedachten door je hoofd gaan van. Alle kant ben ik dan ook wel gewoon moe. Dus dan, dus dan slapen lukt over het algemeen wel. Maar het moment van, oh, ik moet nu naar bed, daar moet je dan echt wel soms toe zetten. Want dan zit je zit dan lekker in je. Ja. In je schrijfproces. Als je met storytelling aan de slag gaat, hè, en je pakt bijvoorbeeld een thema als dienend leiderschap in de vorm van een verhaal, heeft dat ook als effect dat je daardoor minder te maken krijgt met de kunst van het weglaten, omdat je gewoon in een verhaal zit? Ja, dat is een goede vraag. Uiteindelijk moet je wel kiezen, want ik probeer een aantal woorden aan te houden voor mijn boeken. Gaat het echt op woorden, aantal? Nou, je merkt op een gegeven moment wel, het wordt nu te veel. Of je gaat uitgebreid. En ik had een hele goede redacteur bij Business Contact voor mijn eerste boek, zeker Dienend Leiderschap. Daar zaten 3 hoofdstukken aan vast. En die heeft hij eruit gehaald. Hij zei, ja, ik begrijp je boodschap, maar het is voor nu te veel. Het zou eerder voor een vervolgboek zijn. Omdat je hebt dan zoveel in je hoofd, die wil dan zoveel kwijt. Ja, dus dan heb ik wel inderdaad wel een redacteur nodig. Zeg, nou Henk-Jan, dat. En pik je dat ook als iemand zegt van die 3 hoofdstukken gaan eruit? Zeker toen, want dat was mijn eerste boek. Mm-hmm. Misschien ben ik daarna iets eigenwijzer geworden. Nee, weet je, het zijn gewoon hele goede redacteuren bij de uitgever. Dus daar vertrouw ik volop. Ja, dat zijn leermeesters. Ja, en natuurlijk zijn er bepaalde dingen zeggen, ja, maar weet je, en dan moet je uitleggen. Ja, maar ik geloof erin dat dit. Ja. Dan is dit nog de samenwerking met een redacteur van een uitgeverij. Je hebt ook boeken geschreven inderdaad samen met andere auteurs. Ja. Hè, zoals het boek Inclusief Leiderschap heb je geschreven met Uğur Özkan. Hoe werkt dat dan samen met iemand schrijven? Ja, met Uğur was het weer inderdaad anders. Dat was mijn eerste boek die ik met iemand anders schreef. Uğur ken ik nog uit de tijd van mijn boekpresentatie van Dienend Leiderschap. Dat is nu zo'n 10-12 jaar geleden. En we hebben altijd contact gehouden. Hij vroeg mij regelmatig, want hij was interim directeur. Dus hij vroeg mij elke keer bij een nieuwe locatie vroeg hij of ik iets met Dienend Leiderschap wilde komen doen met zijn team. Ja. En toen kwamen we, dat was vlak voor corona uitbrak, raakten we ergens in gesprek. En toen hadden we het inderdaad over diversiteit en inclusie. En toen kwamen tijdens dat gesprek kwam het idee op, we moeten samen hier een boek over schrijven. Sterker nog, het zou een heel mooi vervolg op Dienend Leiderschap kunnen zijn. Hmm. Dus de hoofdpersoon uit Inclusief Leiderschap is dezelfde hoofdpersoon uit Dienend Leiderschap. Okay. Alleen hij is nu een aantal jaren verder en een stukje wijzer. Hier hebben we samen. Qua inhoud heeft Uğur mij heel veel meegenomen. Mm-hmm. Omdat mijn broer zei toen ik hem vertelde, ik ga een boek over inclusief leiderschap schrijven. Die zei mij terecht, maar wie ben jij om daar een boek over te schrijven? Ik ben zoals Joris Leijendijk zegt, ik heb de 6 van de 7 vinkjes, wie ben ik? Ja. Uğur heeft andere ervaringen en die heeft mij daarin meegenomen. Dus inhoudelijk heeft hij mij heel veel meegenomen. Mm-hmm. Dan ben ik meer de schrijver van ons twee, dus ik ben vervolgens daarmee aan de slag gegaan. Ja. En elke keer weer meegenomen in dat proces, kijken naar wat moet er anders, schrijf met me mee. Dat is heel anders dan in je eentje boek schrijft. Maar is dat wel, want dat hoor ik er een beetje in, is dat wel een soort van vereiste dat je, als je met een co-auteur samen gaat schrijven, dat het iemand moet zijn die een bepaalde expertise toevoegt die jij nog niet hebt? Ja, want anders, kan je het wel alleen? Ja. Ja. En het is ook makkelijker alleen. Ja. Want je hoeft minder te overleggen. En sterker nog, mijn boeken, de meeste had ik al af en
toen heb ik ze aan de uitgever gestuurd. Ja. Van, hey, heb je interesse? Zou je dit? Zou je, en dan wordt er nog wat geschaafd. Dat vind ik fijner. Uh-huh. Dan dat ik vanaf moment één met de uitgever aan het stoeien moet. Want dan ben je alleen maar aan het... Ik wil wel mijn creativiteit loslaten en dan gaan we schaven. Uh-huh. Liever dat dan gedurende het proces al heel de tijd alles moeten overleggen. En kan het wel, kan het niet. En, ja. Maar goed. Maar wat betekent dat voor de samenwerking met zo'n co-auteur? Ik bedoel, ik zit ook even te denken aan... Ja, wat maakt uiteindelijk dat je echt kunt zeggen... Nou, dit is echt een gezamenlijk product van ons. Oh ja, maar dat durf ik. Dit boek is 100%. Dit hebben we echt... Ik had het boek niet zonder Oer kunnen schrijven. Mm-hmm. En ik denk Oer ook niet zonder mij. Dus ik denk dat... Wat voeg jij dan bijvoorbeeld toe aan dat boek? De verhalen. Okay. Ja, ja. Het schrijfproces. Ja. Nou, ik denk dat dit boek juist het ultieme voorbeeld is dat diversiteit en inclusie in de praktijk hartstikke goed kan werken. Mm. Want Oer en ik hebben allebei een totaal andere achtergrond. Ja. Andere opleiding, ander geloof. Maar we merkten juist daar hoeveel dingen we uiteindelijk ook gemeen hadden. Ja. En dat maakte denk ik heel sterk. En daarom is denk ik een heel leuk boek, goed boek geworden. Het is wel mooi dat je dat zegt, want het proces van schrijven laat eigenlijk de samenwerking tussen jou en Oer laat eigenlijk zien wat inclusie kan zijn. Ja, ja nee, 100%. Ja, ja. Ja. En, dan is het, en dan is het boeker. Dan is het kindje is geboren, zeg maar. Waar moet het dan toe leiden? Heb je dan nog een soort van hogere missie met zo'n doel, met zo'n boek? Ja, nou kwam deze echt pal midden in de coronatijd uit. En meestal heb je na aanleiding van een boek dat de spreekbeurten komen en dat je ermee aan de slag kan. Dat hoop je natuurlijk. Je hoopt opeens dat boek lezen, maar je nog meer impact te maken, dan wil je met mensen aan de slag. Ja. Maar in de coronatijd lag dat totaal op zijn gat. Ja. We hebben wel wat van die online sessies gedaan. Is leuk, maar daar haal ik minder voldoening uit in ieder geval. En ik heb ook denk dat het minder impact heeft. Ja. Maar wat je hoopt, is dat het wordt opgepakt. Er is sindsdien echt behoorlijk wat verschenen over dit thema, wat heel goed is. Mm-hmm. Dus ik merk ook wel dat het, en dit komt niet zozeer door ons boek, hoor, helemaal niet. Het is een thema wat speelt. Een aantal auteurs die pakken dat op, gelukkig. En die, die willen bedrijven en overheden hierin verder helpen. Dat is wat ik ook wil. Ja. Omdat ik geloof en dat ik inclusief leiderschap is heel lang een blinde vlek van mij geweest op het moment dat ik met dienend leiderschap bezig was. En juist door de gesprekken met Oer kwam ik erachter in mijn verrek. Dit is zo'n wezenlijk onderdeel van dienend leiderschap. Mm. Het had al lang in mijn boek over dienend leiderschap had het thema naar voren moeten komen. Ja, maar toch even die hogere missie, want die mis ik nog. Waar moet het dan toe leiden? Want ik snap dat je zegt, dan wil ik ook spreekbeurten en lezingen houden. Maar waar moet dat dan toe leiden? Moeten wij weer... ik hoor weer een beetje die zendeling. Ja, zeker. Nee, we moeten mensen weer serieus nemen. Wie denken wij wel niet dat we zijn, dat wij de wijsheid in pacht hebben? Er loopt zoveel wijsheid rond. Ik zei, als ik een voorbeeldje mag noemen. Mm-hmm. Weer bij IGM. Ik zit daar met drie mannen van ongeveer mijn leeftijd, dus de 40 en de 50 jaar. Zaten wij te vergaderen over hoe gaan we een bepaalde doelgroep, en die doelgroep waren vrouwen tussen de 30 en de 50 jaar, hoe gaan we die bereiken? Zitten we met drie mannen dat te overleggen? Ja. Komt mijn collega, er staan allemaal ramen in die ruimte waar we zaten. Komt mijn vrouwelijke collega, de doelgroep, kom langslopen om koffie te halen. En toen drong het op mij door. Waarom zit zij niet bij ons aan tafel en loopt zij daar? Ze is notabene. Ja, nou ja, dat. Dat, ja. Dat hoop ik met het doel te bereiken. Haal mensen erbij. Het is goed. Je bedrijf wint erbij. De anderen winnen erbij. Je klant winnen erbij. Ja. Dat is de motivatie om met dit boek aan de slag te zijn. Is dat misschien ook wel een soort hogere missie van jou? Die inclusie? Want dat hoor ik ook wel terug in dienend leiderschap en in je... Je missie die je hebt met het samenwerken met IGM. Ja, iedereen is even waardevol. Iedereen is belangrijk. En ik hoop dat we dat als leidinggevende, als bedrijven, dat we dat tot in onze tenen voelen en dus iedereen ook meenemen. Ja. Ja. En dat geldt, dat doe ik bij IGM ook. Al die mensen die slavernij worden vastgehouden, ze zijn geen cent minder waard dan wij dat zijn. Alles behalve. Laten we iedereen een kans geven en meenemen. Ja, ja. Ja. Je hebt nu gekozen voor een fictieboek, een roman. Waarom eigenlijk? Ja, omdat ik denk dat... Ik hoop, laat ik het zo zeggen, dat ik daardoor de lezer makkelijker meeneem in het verhaal. En het is anders. Ik lees voor managementboeken bijna wekelijks een boek over leiderschap of storytelling. En de meeste boeken zijn niet in een verhaalvorm geschreven. Er komen wel verhaaltjes in voor, maar... Vind je het ook taaier om dat dan te lezen? Zo'n boek wat niet in verhaal... Ik niet. Ik hou wel van lezen, maar ik merk het wel bij mijn deelnemers van trainingen. Ja.
dat ze, daar hebben ze het over een bepaald boek. Ja, oh, ze kwamen er allemaal, ze kwamen er niet doorheen. Ik dacht, nou, volgens mij viel het nog wel mee. Maar en dan geven ze een van mijn boeken mee. En het is niet om mij, maar om het, omdat het een andere stijl is. Ja. En dan komen ze na een paar weken terug. Oh joh, ik had je boek in 2 avonden uit. Ja. Terwijl, nou ja, dat is dan misschien het derde boek wat ze een beetje in hun leven gelezen hebben. Dus ja, nogmaals, ik geloof enorm in de kracht van het verhaal. Ja. En dat daar dan nog een boodschap in zit. Ja, dan hoop je dat die nog wordt opgepikt. En even voor de vaste luisteraar van de Boekenpraktijk. Henk Jan recenseert ook boeken voor de Boekenpraktijk. Ja. In de vorm van de boekentip die we af en toe laten horen in onze podcast. Tot slot. Ja. Ik zit te luisteren en ik denk, ik wil misschien ook wel een boek gaan schrijven. Maar tegelijkertijd leven we ook in een maatschappij waarin lezen steeds minder sexy is. Mm-hmm. En er wordt steeds minder gelezen. Heb je een tip? Voor de schrijver? Ja. Ja, nou, laat ik dan toch even terugkomen naar een pop-up moment. Heb jij iets waarover jij je opwindt, waarvan je zegt, ja, hier wil ik mensen in meenemen. Hier wil ik veranderingen maken. Hier wil ik een rolletje in spelen. Dat, dit kan beter. Dit moet beter. Echt dat vuurtje eigenlijk. Ja, want je ga nou niet een boek schrijven en denk van, oh, daar ga ik veel geld mee verdienen. Of daar ga ik, dat ga je niet met boeken schrijven. Tenzij echt een hele grote, er zijn een paar jongens in Nederland, dames en heren, die daar goed een brood mee kunnen verdienen. Maar dat zou nooit je motivatie, wat mij betreft, moeten zijn. Ja. Heb je een boodschap? En daar begint het mee. Ja, en dan moet je. En die authenticiteit hoor ik erbij. Dus ja, dat ja, je ja. Er ook echt iets mee hebt. En niet alleen maar van, ik wil eens een boodschap de wereld insturen. Nee, nee, dat prikt iedereen, denk ik. Zeker met storytelling, dat prikt iedereen direct doorheen. Ja. Dankjewel. Henk. Heel graag gedaan, dankjewel. Dankjewel. Henk-Jan Kamsteeg, al zijn boeken zijn natuurlijk via onze site managementboek.nl te verkrijgen. En dankzij jou hebben we weer een mooi kijkje gekregen in de keuken van boekenschrijf. Maar ook wel weer een beetje in Popeye. Die was ik alweer een klein beetje vergeten. Ja. Ik wijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag weer naar de volgende aflevering. Die is over 2 weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Alhoewel, omdat dit een extra aflevering was over het schrijfproces, kun je volgende week volgens mij alweer terecht voor een nieuwe aflevering van de Boekenpraktijk. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Boekenpraktijk. En heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan SVP naar info@managementboek.nl. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de Boekenpraktijk op managementboek.nl/podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.